Trouwens, even over dancing. Het gaat goed, hè? Dancing with the Stars. Gadver, wat is dat? Dan, wat is dit? En ik zie een soort van... Moet nog eens. Hier. Dat is gewoon een zandwafer. Amai, ik ben lekker overbelicht. Het licht komt langs alle kanten. Hey iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer terug. Ik heb koekjes en snoepjes opgestuurd gekregen van mostcutest.nl van Pokémon. Ik moet zeggen, ik ben een redelijk grote Pokémon fan. Ik vond Pokémon altijd heel leuk. Ik heb niks met die kaarten gehad, dat niet. Maar ik vond Pokémon Go wel echt heel leuk om te spelen. Ik heb dat in de zomer echt plat gespeeld. Ik was level iets in de 30 of zo. Dus ik was heel, ik was een fervente Pokémon goer. En ik had een bestelling geplaatst van die Japanse snoepsetjes. En toen kreeg ik er eigenlijk dit bij. Dus die vrouw herkende mij van Instagram, TikTok en zo. Dus ik heb even een hele zooi Pokémon gerief ook gekregen. En nu ga ik lekker gewoon lekker praten over het leven. En een beetje lekker Pokémon snoep vreten. En ondertussen toon ik jullie wat ik aan het vreten ben. Als jullie zin hebben in het kijken van deze video, vergeet zeker geen like en comment achter te laten. Want dat vind ik nog altijd heel leuk om te zien. Ja, absoluut. Dat is een beetje zo een bevestiging van dat ik leuk bezig ben. Ik begin met deze. Het is een soort van doosje. Maar ik zou totaal niet weten wat dat erin zit. Het is gelijk echt zo'n Pokémon-bal dat je moet open doen. What a vibe. Ik denk dat dit het snoepje of zo is. Oeh, wat is dit? Dat is zo zoete gepofte mais of zo. Nee, vind ik niet lekker. Dan, het tweede wat ik ga open doen is deze. Het ziet er een beetje gelijk een soort van... Frutella ding uit of zo. Het is een soort van reepje en ik denk dat er exact zo ook van die blokjes candy in gaan zitten. Trouwens, hoe waren de examens bij iedereen? Want ik heb gezien dat het weer examens waren. Ik heb nu geen examens meer, ik ben afgestudeerd. Maar ik zat wel met mijn brein bij jullie hoor. Ik dacht, ik ga jullie even supporten. En voor de mensen en de studenten die nog examens hebben, heel veel succes. Absoluut. Jullie gaan dat knallen. Oké, ik heb dat hier net open gedaan en ik zie dat er 5 van dit soort stripjes in zitten. Heel grappig. Oh, en ik denk dat het een spelletje of zo is. Of een... Hè? Er zit zo dat papiertje rond. Ja, ik kan geen Chinees, dus bij mij houdt het al snel op. Maar het idee is er wel dat er zo'n papiertjes rond zitten met hele leuke tekeningetjes op. What a vibe. En nu ben ik wel benieuwd of het kauwgom is of een snoepje. Het is een soort van frutella, maar gewoon in een langwerpige vorm. Het is geen kauwgom. En het smaakt naar cola. Vind ik wel lekker. Ja, die ga ik bijhouden. Die ga ik wel opeten. Moet mij een keer zien. 11 uur in de ochtend en ik zit al lekker mijn glazuur van mijn tanden te laten rotten. Dan, het volgende is dit. Hier staat ook weer Pikachu op. En er staat iets van een soort van jelly of zo. Ja, ik weet het niet exact. Ik ruk het gewoon open. Het is trouwens heel koud buiten. Er is echt zo dauw. De eerste keer van het jaar dat het zo koud is. Het zijn een soort van jellies. Oh, die zijn lekker. Echt waar. Die smaken naar zo'n grape. Perfect. I love it. Echt waar. Dan, wat is dit? Dit is een strip. Met allemaal zo van die... hard candies. En dan deze heeft de smaak van orange. Deze de smaak van... ananas? Ik weet het niet wat dat moet voorstellen. Dit is een fantastische... cola smaak. Soda smaak. En grape smaak. En ik ben het meest benieuwd naar de soda smaak. Want ik leef voor soda. Ik vind soda zo lekker. Dus ik pak even dat zakje. Het zijn een soort van snoeppilletjes. Lekker. Toen gelijk een snoepkralenketting. Maar ze zijn wel minder hard. Ze zijn zachter. But it's a vibe. Absolutely. Dan, deze. Ik zie er een soort van American cookies uit of zo. Brownies. Trouwens, even over dancing. Het gaat goed, hè? Dancing with the Stars. Ik ben zo blij dat ik elke aflevering er nu nog in zit. En we zien wel wat dat het schip strandt. Maar vanaf 8 januari weer stemmen, hè? Want... we zitten in de gevarenzone. En als ik jullie een tip mag geven, je kunt stemmen via GoPlay en via SMS. Dus je kunt 2 keer stemmen. Allee, doe wat je niet laten kunt, hè, maar je kunt 2 keer stemmen. Oké, ik haal zo'n zakje eruit. En ik zie
een soort van, ja, American cookie. Ben benieuwd. Oh, die zijn lekker mals. Het is zo geen hard koekje. Het is zo'n beetje een kruising tussen een brownie en een American cookie. Ja, die zijn wel lekker. Dan deze, de Pure Pikachu. Gaat ook weer snoep zijn volgens mij. Het is één vreetfestijn. Oh, dat zijn zuurtjes. Kijk, het zit zo'n suikerlaagje zo op. Dit smaakt echt zo naar zo perzikjes van Haribo in zo'n zak. Dat is letterlijk dit. Maar ietsje zuurder. Ook lekker. Het is wel altijd zo bij die snoepdingen. Vaak hetzelfde, gewoon in een andere verpakking. Gelijk, alles smaakt zo wel een beetje hetzelfde als ik eerlijk ben. Allemaal gewoon suiker, suiker, suiker. Dan, deze. Ziet er wel heel cool uit, moet ik zeggen. Hier zou de actie van die Pokémon kaart in kunnen zitten, dat ze denkt van... Gonna catch them all. Oké. Ik had niet verwacht dat hier een koek in ging zitten. Die kwam van ver. Moet nog eens. Hier. Dat is gewoon een centwafer. Dit is gewoon een centwafer volgens mij. Ja. Oh, er zit nog een leuk plaatje bij. Een soort van glittersticker. Nee, die koeken. Maar ik weet niet, ik heb het niet voor centwafers. Ik ben niet zo'n centwafer van. Nee, geen centwafer voor je dat dan. En als laatste heb ik deze. Ik snap het niet zo. Dat is er gelijk zo allemaal kuipjes in. Wat is dit? Dat is gelijk zo'n cupje met zo'n soort van jelly of zo. Moet ik dat opslurpen of zo? Ik snap er niks van. Gadver, wat is dat? Moet je opslurpen? Wat is dit? Heel vies. Alleen de substantie is vies, maar de smaak op zich is nog wel lekker. Ik neem er nog één. Het voelt precies alsof ik een puist uitknijp en die duw in mijn mond. Hoe bedenken ze het? Nee, niet de vibe. Super bedankt iedereen om te kijken naar deze video. Ik vond het wel leuk om even te testen weer. Ja, ik had dit opgestuurd gekregen, dus ik dacht ik ga het gewoon even nog lekker tonen. Heel hartelijk bedankt iedereen om te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, vergeet zeker geen like en comment achter te laten. Want dat vind ik heel leuk om te zien. En vanaf 8 januari ben ik weer terug bij Dancing. Hè? Dancing with the Stars. Het zou heel lief zijn moesten jullie stemmen. Voel je niet verplicht. Echt waar. Ik ben niet zo'n TikTok moeder die geld gooit op een livestream. Maar doe maar toch. Stem toch maar. Nee. Doe gewoon waar je je goed bij voelt. En ja. Ik zou het heel leuk vinden om ver te geraken. Maar als het schip strandt na 4 afleveringen, vind ik het ook dik in orde. Super bedankt iedereen om te kijken. En hopelijk zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei!